Hey iedereen, ik ben net terug van mijn loopje. Een kleine 5 kilometer gelopen. En nu ga ik beginnen met de home fitness. Ik heb alles eerst opgeschreven deze ochtend, wat ik graag zou willen doen. En wat algemeen goed is voor mij. Er zit een beetje core tussen, er zitten handen tussen, er zitten armen tussen, benen, de enkels verstevigen, alles een beetje. Preventie als power. Dus je hebt niet veel nodig. Gewoon in plaats van gewichtjes, ik heb nu gewichtjes, maar je kunt even goed literflessen pakken in mijn handen, die gebruiken voor de biceps. Eigen lichaamsgewicht, heel belangrijk zelfs. Dus probeer zo'n dingen te variëren als jullie graag oefeningen willen. Stuur dan zeker eens in en dan helpen wij je graag verder. Nu ga ik trainen. We zijn weer hier, helemaal in outfit. Ik had een idee. Ik zei schrijvers, ik heb nog nooit in mijn leven een gras afgedaan. Ik zag die in een tuin. Ik kon daar niet van zeggen. Die mensen hier hebben dringend een tuin, man of vrouw nodig, maar ik kan het niet zeggen. Dus, aangezien dat ik weer al heel veel te doen heb vandaag, dacht ik een sportieve activiteit wel gewoon dat gras eens afruiden. Nooit in mijn leven gras afgedaan. Ik heb juist de verlengkabel. Ik heb hier wel een beetje hulp in geroepen, want alleen kan ik hier natuurlijk niet. Ons odeurs die heeft deze morgen de Haag afgedaan. In Sint-Truiden, dan denk, kan ik er ook niet achterblijven. Dan een goede, gezonde tuinvrouw te spelen. Ik ben een keer benieuwd of het gaat lukken. Ik weet niet welke mij kunt horen, ik ben een beetje moe. Ondertussen hebben wij een update van dag. Dat heb ik gedaan. Nog nooit. Dat is moeilijker dan dat je denkt. Nee. Maar dus, bent u verveeld? Dus ziet u dat die gras er niet zo goed uitziet? Gelijk deze gras. Als wel zij pakt u naar die grasmachine. Rijdt een beetje. Bij mij gaat het waarschijnlijk 3-4 uur duren. Want de meeste mensen vinden dat rapper. En de tips, tricks, vertel ze me. Laat ze me weten. Geen avans. Maar gewoon, we zijn bezig. Dus ik dacht, we delen even mee. Je kan altijd gras afdoen, een beetje de haard schelen. Leuke dag, nog gewenst. Zoals jullie kunnen zien, geen kat op straat. Ik ga mijn mooiste outfit eerst nog een kleine avondwandeling doen. Zodat ik sibiet op het gemak in het zetelje kan liggen en kan genieten. Wat vinden jullie van mijn outfit? Jullie mogen altijd commentaar geven. Ik vind het een dikke 10 waard, maar ja. Niet iedereen heeft dezelfde goede stijl als ons Kelly en ik. Doei!